ging je toch niet zeggen? Niet dat ik Evelien ben? En je haren zitten nu in de koekjes. Oh. Hallo, ik ben Evelien. In 1988 heb ik Maatje 90 opgericht met een aantal mensen. Toen hebben we een voorstelling gemaakt die kort gespeeld heeft. En daarna heeft Maatje 90 een tijdje stilgelegen. En in 1992 zijn we opnieuw begonnen. Toen met poppen. We kregen een vraag vanuit een schoolorganisatie om een voorstelling te maken over rolpatronen. Daar hebben we een verhaal omheen gemaakt, wat je ook zult zien straks, waarin ruilen van rollen belangrijk werd. Dat was een voorstelling waarin poppen speelden en mensen. Die stonden met elkaar op het toneel in het verhaal. De voorstelling heette De Lege Wijk. Mevrouw, het is vandaag de dag van de bergbeentjes landelijk. Nog nooit een bandje hok. Mevrouw, het gaat anders maar om een kleine bijdrage hoor. Nog nooit een bandje hok. Een kwartje of een munt of zo. Nog een munt, ja. Ah, een munt. Moment. Weet je wat, hè? Moment, hè? Ja, ik wacht. Sop komt ingesoppen. Hallo? Ja, lekker schoon, van boven naar beneden, alle treden. Bel, doe open, Muffy bewaart alles, Beta rekent alles uit, ja. En ik sop alles. Dus jullie voeren met z'n allen bij elkaar? Ja, dat gaat. Je spoelt. Ja. Ik kan hier ook niet bij je, hè? Weet je wat? Doe ik dat even voor je. Zo goed. Oh, kan jij soppen? Ja, tuurlijk. Doe op school ook altijd alle bankjes. Kan ze ook rekenen dan? Ja, ze kan heel veel, hè? Zij kan steeds veranderen. Beta, ja. Zullen wij ook veranderen? Wij ruilen bijvoorbeeld. Oh, doe dat toch niet zo stom, man. Jij en ik gaan ruilen. Ja, niet zo schrikken. Jij wordt ik en ik word jij. Dat snap ik niet. Ah joh, er is niks aan. Jij mag poetsen. Kijk, zie je dit hier zo? Nou, even zo. Muffy! Muffy! Ah, Muffy? Ja. Een brief. Je mag een brief bewaren. Ja, maar ik moet nou goed poetsen. Jesus, wat ben jij ervan aan het doen, joh? Helemaal mag geen brief. Poetsen? Ja. Een brief moet je toch niet poetsen? Een brief moet je lezen. Je woont hier misschien een beetje eenzaam, een beetje afgelegen. En al die mensen die bij je wonen, die kunnen ook maar één ding, dat is ook niet zo gezellig misschien. Hè? Eén ding, konden ze maar één ding. Als precies, alles nou maar hetzelfde als gisteren en eergisteren. Hallo, ik ben Hedy. Ik ben in 1994 bij Maatje 90 gekomen. Ik speelde daarin een jeugdvoorstelling die Wortels heet. En dit ging over vier familieleden die samen een stukje maakten voor oma Kreng, die 65 werd. We speelden hier in een plat decor, waarin we de objecten als een tekening benaderden. Wat is er al? Wat is in de achtergrond? Kom achterom. Nee.
Nee, naar buiten! Auw! Auw! Nee, Max! Blijf gauw! Wat? Doe ik! We hebben een feestje, hoera, hoera! Oma is mijn wenseste jaar! De hele familie komt dan bij elkaar en daarom zingen wij blij. Hier zijn we samen verder gegaan als vaste kern van Maatje 90 en hebben we Kabbels en Jouwen gemaakt. Kabbels en Jouwen werd een voorstelling voor jonge kinderen, voor kleuters. Ik heb het stuk geschreven en was de regisseur en Hedy een van de speelsters. Na Wortels had ik heel veel behoefte aan om weer echt met poppenspel te gaan werken. En wat ik ook heel graag al heel lang wilde is om iets met dans te doen. De combinatie van dans en poppenspel. Ik doe nooit meer, kom maar, school. Kom de school. Noem iedereen eens op die in de school zit. Ramora, Botje. Ramora, kom dan. Botje.
Na Kabbels en Jouwen maken we De Geur van Mottenballen, een voorstelling voor tieners. En die voorstelling die is geïnspireerd op een boek van Margaret May, een Australische schrijfster. En het boek gaat over paranormale krachten. Vonden we zeer geschikt voor poppenspel. De magie van poppenspel. Zeker. En wat we in Geur van Mottenballen verder doorvoeren naar Kabbels en Jouwen is het verder onderzoek naar poppen. We gebruikten bij deze poppen onze eigen handen en benen. En de poppen werden bewegelijker dan de vissen van Kabbels en Jouwen en kregen meer karakter. Meneer, ik heb een handtekening nodig. Een tekening? Ach, een tekening op de hand. Nee, op dit papier. Ja, op jouw hand. Oh, ja. Haha. Oh, nee, meneer. Met deze bijzondere pen. Oh, ja. Ja, ik maak een gezicht. Kijk. Oh. Au. Oh. Au. En een mond. Au. Mooi. Het doet pijn. Ja. Meneer. Meneer. Ah. Ik heb uw handtekening op nodig. Alsjeblieft hoor. Ja. Het doet pijn, Lauka. Het brandt. Kom binnen! Zo, hallo! Dat is mijn vriendin. En nou ja, hoe wil je het hebben? Nou, ik dacht lekker kort. Ja. En dan hier twee zwarte lokken. Zwart? Oh, zeker modern, hè? Oh, nou. Zo, ga zitten! Van maakte, ons enorm interesseerde en daar wilden we mee doorgaan. Mm. En dat deden we in Kouwland, een voorstelling voor kleuters waarin alledaagse voorwerpen tot leven komen. Hebben jullie allemaal je ogen nog dicht? Ik kijk gewoon achterom. Dat is ook niet. Ik
We maken opnieuw een voorstelling voor kleuters, De Blinkende Knoop. Ja. In deze voorstelling beperken we ons tot één materiaal, het gebruik van één materiaal. En daardoor doen we hele nieuwe beeldende ontdekkingen. Komt dat zien? Komt dat zien? Knoop in Kratteland!
Afrika geweest en enorm geïnspireerd geraakt door dit continent. Ik wilde per se terug, maar liever niet als toerist. Daarom gingen we met onze bodypuppets naar Ouagadougou in Burkina Faso. MUZIEK